Yo, kijkers van Magic Games, welkom weer in een nieuwe Kingdom 2 aflevering. Het is een tijdje geleden dat ik een Kingdom 2 aflevering heb gedaan, in verband met dat ik heel veel Kingdom 1 heb gedaan de laatste tijd. En ik wil me in ieder geval ten eerste verontschuldigen voor de inactiviteit die ik heb laten zien rondom YouTube. Ik zit gewoon echt niet lekker in mijn vel. Ik heb de laatste tijd gewoon, ik heb er gewoon geen zin in, zeg maar. Ik game veel liever voor mijn plezier. En ik weet dat ik jullie video's ben verplicht, zeg maar. Ik ben naar mijn mening wel verplicht om video's voor jullie te maken, anders moet ik maar gewoon geen YouTube doen. Alleen de laatste tijd zit ik gewoon echt slecht in mijn vel. Het is ook druk, dat heeft er ook al mee te maken, zo met kerst en Sinterklaas, weet je wat. Tussenin is het voor mij gewoon heel druk geweest. Ik ben ook super veel weg met vrienden en dat gaat op dit moment nog wel steeds voor YouTube. Maar ik ga dus de komende tijd weer actiever zijn rondom YouTube. Ik ga nou steeds zeg maar een aantal voorraadjes maken, zodat ik niet steeds als ik wel iets wil gaan uploaden, dat ik het dan eerst nog moet opnemen en dan pas kan uploaden. Ik neem nu gewoon zeg maar 4 video's op vanavond en dat is dan voor de komende 2 weken bijvoorbeeld. Maar vandaag is de Kingdom 2 aflevering. Ik sta in Freehaven. Zoals je ziet is de locatie op mijn scorebord ook onbekend en ik sta in mijn huis. De moderators van Kingdom 2 hebben een eigen huisje gekregen op Freehaven omdat we niet echt een vaste woonplek hebben om te wonen nu mods niet Kingdom gebonden zijn. Dus ik kan al mijn spullen wel in de adamantium opslag neerleggen. Want daar zit ik nu nog steeds in. Maar daar heb ik niks aan. Want als ik ook bijvoorbeeld over een maand bijvoorbeeld naar Telivia ga bijvoorbeeld, kan ik alles weer gaan overzetten. En dat duurt lang. Dus hebben alle mods een huis gekregen. En dit is mijn huis. Ik wil jullie vandaag eigenlijk Freehaven gaan laten zien. Want dat heb ik nog niet gedaan. Kan ik me nu herinneren. Ik heb volgens mij nog nooit een Freehaven tour gedaan. Freehaven is sinds kort ook best wel uitgebreid. En ziet er best wel mooi uit. Dus om daarmee te beginnen. Maar dit is dus mijn huis, laten we daar even mee beginnen. Als je binnenkomt is dit zeg maar de opslag. Het is niet echt zeg maar een woonhuis, het is gewoon meer opslag voor mezelf. Ik heb hier een aantal blokken liggen, het is allemaal niet echt speciaal. Mijn oars van de mijneilanden natuurlijk, dat zijn er best wel wat. Omdat je best wel snel oars kan krijgen op Kingdom nu er zoveel mijneilanden zijn. Die hebben ook een update gehad, waardoor het nou zeg maar 8 mijnen zijn in plaats van 1 of 2. Dus dat gaat allemaal super snel. De economie is best wel fucked up op dit moment, maar dat maakt niet uit. Dat hebben wij in de prijs op Freehaven hier weer allemaal meegerekend. Dan heb ik hier eigenlijk zeg maar mijn zeldzame dingetjes liggen. Ik heb nog Villager Eggs, want in mijn koningsperiode van Hivar was het ooit zo dat toen we de oorlog aanzetten, dat alle villagers in Kingdom 2 despawnden. En iedereen kreeg toen Villager Eggs, elke koning, zodat hij de basis weer op gang kon brengen. Maar we hadden toevallig één plek waar de villagers nog aan het breeden waren. Dus we hebben vanaf die plek alle villagers overgezet, zodat wij die spawn eggs konden houden, mocht het later toch nog ergens anders weer fout gaan. Maar dat is niet gebeurd, dus ik bezit nog spawn eggs, ik heb er niks meer aan. Misschien dat ik ze kan verkopen of dat ik ze moet verbranden. Ik heb geen idee, ik heb ze echt al maanden, echt een jaar misschien in bezit. Ik heb een bloemnest licht, ook al super oud zijn nog van de vingers. Oh, dat is natuurlijk ook een belangrijke update. De vingers zijn dood. Ik heb jullie vast ooit wel verteld, dat moet haast wel, dat er vingers zijn in Kingdom 2. Die zijn vorige week zondag, niet deze zondag, de week hiervoor. Dat was de 20ste als ik me niet vergis. Zijn alle vingers overleden door een nieuwe grote macht die in Kingdom is gekomen. Rachteros heet die, is een empire en die heeft alle vingers uitgeschakeld. En dat is best wel vervelend voor de licht kingdoms. Maar gelukkig zit ik nou in adamantium en is dat niet een van de kingdoms die voor het licht heeft gekozen. Dus dat scheelt. Maar dat hebben we dus, daar hebben we er nog 3 van. En we hebben nog de achtervolging van Baraltion. Die kan ik niet laten luisteren, denk ik. Of kan dat wel? Wacht, dan moet ik even testen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ik weet niet hoe je zo'n jukebox ding maakt. Ik heb nog diamonds, die heb ik net gekregen van de Mazaan. Super handig natuurlijk. Hoe maak je... Juist, is dit hem? Wacht, kan ik hier zo'n ding inzetten? Ja, als het goed is, kan ik deze erin doen. Ik weet niet of ik jullie dit ooit heb laten horen, maar dat is best wel grappig. Daar heb je nu natuurlijk helemaal niks meer aan, want Baraltion is dood. Ik weet, even music the sounds. Zo. Zo. Even kijken hoor, moet je luisteren. Yeah.
ja, dat was het eigenlijk wel. Het is best wel... We hebben nooit geweten wat het was, zeg maar. Wat Peralta toen dus eigenlijk heeft vermoord. In dit geval is het Trachteros natuurlijk in deze roleplay. Maar dit was oude roleplay. Dus we weten eigenlijk niet wat er ooit met hem is gebeurd. Onze gedachte ging uit naar een wolf of een hound, zeg maar. Die hem heeft vermoord. Maar ja, wie weet. Nou, maar dat is dus eigenlijk de zeldzame kist. Nou, dan heb je hier allemaal mijn armor. Dat is allemaal niet speciaal, weet je wel. Mijn zwaarden, mijn bogen. Ja, dat is dus mijn pot 4 verzamelingetje van mezelf. Dan hebben we hier nog een paar testen staan. Dat is meer de random stuff. Al mijn pickaxe, mijn eten en mijn bootjes. Dat is allemaal verder niet speciaal. Hierboven in mijn huis hebben we nog niks. Ik ben nog een beetje aan het kijken wat ik met deze ruimte wil doen. Het was mijn idee om hier bijvoorbeeld gewoon een enchanting table neer te zetten. Een paar anvils. Dan kan ik iets met mijn levels. Want ik zit al een paar weken met level 49. Maar dat is dus mijn idee voor de bovenverdieping. En hier beneden hebben wij een paard neergezet. Want ik had toevallig nog een horse egg. Die heb ik gekocht hier op Free Haven. Ik zag toevallig dat je die kon kopen. Dus ik denk, ik koop een paard. Ik maak een paardenstal onder mijn huis. Maar dan het volgende probleem. Ik had geen uitgang. Dus ik heb dit zo ver mogelijk uitgerold. Ik wil Free Haven niet grieven. Dus dat ga ik niet doen. We moeten nog even iets op verzinnen. Maar dat komt allemaal wel goed. Dan hebben we dit gehad, mijn huis. Mijn huis is verder niet echt speciaal. Nou, ender chestje, dit is ook nog mijn ender chest. Helemaal tof. Dan gaan we even Free Haven bekijken. Want mijn huis is allemaal wel interessant. Maar het belangrijkste gedeelte is natuurlijk Free Haven zelf. Daar waar jij met Diamond Blocks spullen kan komen. En dit is de, hoe heet het ook alweer? Ergens moet zo'n wegwijzer staan als ik me niet vergis. Oh, hier. Even kijken, dit heeft natuurlijk een naam. De Spreukenmarkt. Spreukenmarkt heeft dus met enchants te maken. Denk aan pot 4 boeken, Flame 2 boeken, alles. Maar Flame 2 boeken bestaat helemaal niet. Maar alles zeg maar qua boeken. Kijk, hier kun je bijvoorbeeld voor de boog. Dus boogmeester kun je alles voor de boog kopen. Power 5, Punch 2, Flame. Ik moet even mijn geluid weer zachter zetten. Even kijken. Options menu op. Uit. Dankjewel. Ja, hier kun je dus alles voor de boog kopen. Je kan hier alles voor een zwaard kopen. Zoals je ziet, dan moet hij wel even hier komen. Even kijken, alles voor een zwaard, sharpness, fire. En zoals je ziet is dat ook allemaal best wel duur. Maar dat komt natuurlijk omdat de mijneilanden best wel OP zijn op dit moment. Dus alles is hier duurder gemaakt, zodat de economie echt heel erg fucked up is. Want stel, die dingen kosten nog steeds maar 3 diamond blocks. Dan hebben mensen heel snel OP spullen. En dat willen we natuurlijk niet. Dit zijn twee dezelfde. Hier kunnen we voor tools alles halen. Dat is allemaal leuk. En hier voor armor, hier kun je dus je protection 4 boeken halen. Die zijn dus 10 diamond blocks. Dat is best wel duur. Dus voor een pot 4 setje ben je al makkelijk 40 diamond blocks kwijt. Wil je er nog een breking bij, dan ben je nog veel meer kwijt. Dan ben je dus eigenlijk voor een full pot 4 unbreaking 3 setje ben je 60 diamond blocks kwijt. Dat is nog steeds heel wat. Nu zijn er spelers die zijn rijker als een compleet kingdom. Als in het rijk, zeg maar. Dus niet alle spelers bij elkaar, maar de hertogen en koningen bij elkaar. Dus dat is best wel fucked up. Maar we zijn nog steeds aan het kijken hoe we dat allemaal gaan oplossen. Dan gaan we denk ik die kant oplopen. Want ik weet toevallig dat hier nog een andere markt is. Er zijn verschillende markten op Free Haven. We hebben het niet allemaal op één plek gegooid. Omdat het een beetje onoverzichtelijk zou worden. Verder zijn hier nog allemaal huisjes. Die zijn allemaal nog niet beheerd. Omdat de mods verspreid wonen. Je hebt zeg maar een groepje dat woont ergens daar zo. Maar ik dacht ik ga lekker gewoon. Ja, wel apart. Maar ik ga bij de markt wonen. Stel ik wil iets halen. Dan hoef ik mijn voordeur maar uit te lopen. En ik ben er, snap je. Dus dat was best wel handig. Nou ja, nog meer huizen. Heel veel huizen op Free Haven, die worden niet bewoond op dit moment. Misschien dat we daar in de toekomst iets leuks mee kunnen doen, maar dat weet ik nog niet. Dan hebben we hier, ik weet niet hoe dit heet, de bouwmarkt. En eigenlijk de naam zegt het al, hier kun je al je spullen qua bouwen kopen. Dit is best wel misleidend. Hier staat bouwmarkt, maar hier kun je zeg maar alleen maar de dingen kopen waar je een beetje moeilijker aan kan komen. Denk aan gekleurd glas, dus hier kun je alleen maar gekleurd glas halen. Wol kun je hier halen. Even kijken. Hier zo. Hier kun je alle kleuren wol halen voor een bepaald aantal emerald blocks. Hier kun je een beetje die random dingen halen. IJs, glowstone, bookshelves, etcetera, etcetera. En hier kun je klei halen. Of is het wol? Nee, dit is klei. Hier kun je nog klei halen. Maar qua bouwen kun je dus niet veel kopen. Want je kan geen logs kopen, geen kobble kopen, geen stone kopen. Dus qua bouwen moet je nog steeds zelf gaan verzamelen in je eigen kingdom. Dat waarschijnlijk om het niet al te makkelijk te maken. Want als je hier nou ook logs en ook kobbel etcetera en zo gooit, dan was het allemaal veel te makkelijk. Dan zat er geen survival meer in. Dus vandaar dat ze dat er denk ik uit hebben gehouden. Dan moet ik even een weg zoeken naar de overkant. Want ik weet toevallig dat ik dacht daar nog één markt zit. En dat is dan ook de laatste markt van Free Haven. Ik denk dat ik dit kapot kan trappen. Dus ik moet even oppassen hoor. We gaan hier dus gewoon even varen.
dat ik het niet zoek om om te lopen. Ik ben best wel een lui persoon daarentegen. Hop, de bootjeslag is ook weg, dus dat is allemaal helemaal super tof. In Kingdom 2 zit zeker een vooruitgang, want een paar maanden geleden was er bijvoorbeeld nog heel veel lag, was er nog bootjeslag, bloklag, alles, alle lag die je maar kan voorstellen, die was er. En nu is dat eigenlijk bijna allemaal opgelost, dus dat is wel super chill. Ik heb zelf bijna nergens last meer van. Ook nu ik zeg maar niet zo heel vaak meer ben op Kingdom 2, in verband met drukte. Maar ja, in die tijd dat ik er wel ben, merk ik niets. Volgens mij loop ik de foute kant op. Ja, we gaan weer terug. Ik ben helemaal niet bekend met de map van Freehaven. Die hangt hier ook nergens. Dus ik weet totaal niet waar ik heen loop. Maar als ik fout loop, zie ik nog wel eens wat dingetjes van, oh, van Freehaven. Zoals daar, die hele mooie grote boot die daar staat. Kleinere bootjes eromheen. Dus ja, het ziet er echt mooi uit. Ik weet niet of ik daar een mapje kan laten zien voor Freehaven. Denk het niet, ik heb die namelijk niet. Maar het ziet er echt leuk uit. Hier gaan we weer omhoog. Dankjewel. Volgens mij is dit het. Volgens mij, ja, hier, dit bedoel ik. Dit is, ik weet niet hoe het heet, hangt hier ergens een routeplanner? Moet wel, ja, hier denk ik. Dit is de overige handelsmarkt. Hier kun je dus alle overige spullen halen waar je moeilijk aan kan komen zonder villages. Denk aan enderchesten. Denk aan XP bottles hier zo. Nou, leather helmpjes. Vishengels kun je halen. Hier staat ook nog een villager met, denk ik, de enderchesten, et cetera. Boek en quill. Hier. Ah, ik heb de hik. Once again. Bottle of enchanting. TNT. Alles wat je maar niet kan krijgen zonder, zeg maar, te survivalen, kun je hier halen. En wat is hier allemaal nog te vinden? Ik denk een boog en pijlen. Ja, dat is het wel. Dat is eigenlijk wat je allemaal kan krijgen op Freehaven. Oh, hier trouwens ook nog. Yo, hier kun je paarden halen. Hier heb ik dus mijn paard gehaald. En hier kun je dice halen. Nou, dat is dus wat je kan krijgen op Freehaven. Dus mocht je nou, zeg maar, wil je nou, zeg maar, niet een denk even aan gekleurd wol. Wil je nou niet zoveel schapen gaan halen? Wil je niet zoveel... Oh nee, dat kan volgens mij niet eens meer. Dieren staan uit. Maar wil je nou dus niet zelf je prot 4 maken, dan kan dat hier allemaal op Freehaven. Het kost je wel wat, maar het is wel allemaal veel handiger. Verder ziet Freehaven er best wel leuk uit, naar mijn mening. Je hebt zo hier en dan heb je bootjes op de rivier liggen. Er staan overal leuke huizen. Ja, dit is niet af, dus ja, een beetje jammer. Ik snap ook niet waarom dit niet af is. Ik weet echt niet waarom het niet af is. Maar dit was eigenlijk Freehaven. En ja, meer heb ik eigenlijk niet meer te laten zien, denk ik. Nou, dit is dan de spawn van Freehaven. Als ik /m spawn non doe, dan ben ik hier. En hier staan ook de regels van Freehaven op, geloof ik. Dan moet ik even kijken. Ja, dat is eigenlijk allemaal niet interessant. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Kingdom 2 aflevering. Vonden jullie deze video leuk? Doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Ik heb besloten dat ik mijn Kingdom 2 serie voort wil zetten in Hivar. Nog altijd, zeg maar. Dat blijft naar mijn mening wel mijn main kingdom. En omdat ik daar ooit mee ben begonnen en zoveel Hivar heb geüpload, lijkt het me niet leuk om nou, zeg maar, over te stappen naar een ander kingdom. Dus we gaan gewoon door in Hivar. Ik zit zelf niet in Hivar, jongens. Ik zit zelf in Adamantium op dit moment. Ik zit hier niet voor altijd. Dus kom nou niet naar Adamantium omdat ik hier zit. Want ik ben hier binnenkort waarschijnlijk ook weer weg. Ik zit nu alweer een paar maanden in Adamantium. Weliswaar een beetje inactief, maar alsnog zit ik een paar maanden in Adamantium. Maar heel veel Hivar komt er dus aan. Dan wil ik jullie bij deze nogmaals bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Kingdom 2 video op mijn kanaal. Gooi even die like als je dat nog niet had gedaan. Abonneer als je dat nog niet had gedaan. En dan check ik jullie heel graag later. Ciao!